Goedemiddag. Goedemiddag. Wat ben je met waande? Ik ben met een rioolpomp bezig. De eerste dienst dan zien we op de computer even wat er aan de hand is. Want hier wordt er volle stroom. Hierna wordt er volle amperes. En dan zien we even naar beneden, dan halen we de pomp eruit. En dan zien we even dat er wat rots in zit. Dit vochtige doekjes en maandverbanden, zoekspul. En wat voor bijzonder apparaat heeft er onder de nekken hing in? Oh, dit is een afstandsbediening van mijn kraan. Dan kan ik de pompen maar uithalen. En dan kan ik dus even zien dat er rots in zit. En waarschijnlijk wel, omdat er dus te volle stroom neemt. Dat doe ik hem net verder, want hier draait nog. En dan gaan we komen dat we de sputters om heren krijgen. Maar die eerlijk bekend, het valt niet qua geur al aardig mooi. Ja, dat is de ene en de andere keer scheelt wel. Maar we hebben nog een grote water gewoon. Dus het is ook heel erg vermongen, zeg maar. En wat voor apparaatje hebben we nou? Dit is de dompelpomp, de rioolpomp. Die in het gemaal zit. Waarmee we het rioolwater oerpompen naar de waterzuivering. En ik kan wel even zien laten wat ik eruit halen ga. Dit wordt. Dit zijn al je vochtige doekjes, maandverband en wat je al je roos maar in het riool vinden kennen. Washandjes, handdoeken, alles komt iets in. En zelfs de condooms die vinden we oerl en nergens. En is dit vandaag juist goed dat mensen dit doen? Of? Nou, ik het leven net, maar dan kan ik oorwerk doen. Dit is nadelige bijkomstigheid van de doekjes. Is dit mooi werk? Dit is mooi werk, maar ik doe van alles. Ik zit in onderhoud van jeskauto's, alle andere dingen. Dus ja, ik heb heel wisselend werk. Dit is net alleen nog mijn werk, zeg maar. Nee. En wat doet het volgende putje? Het volgende putje, dat is ik ben een gemaal. Daar zit lucht in de pomp. Die maak even een ontluchtje. En dan maken we even zien dat het niveau wat heger krijgen dat er geen lucht meer in de pomp komt. Heel soort succes. Dank u wel. Want ja.